Nou, dank u wel. Dat het donker is, anders zou ik het wel geweten. Ik geloof het kuurhuis. En wat gaan we hier doen? Feest vieren. Het feest vieren. Ja. Wat voor feest? Weet jij het? 200 jaar bestaan. Hij was net geboren, ja, 200 jaar. Ik was er net bij toen. Dus hij weet alles. Wethouder Thijssen, Karsten Vlek. Dames en heren, welkom hier in het kuurhuis. Er hebben zich 1450 mensen aangemeld vanochtend. Dat weet ik zeker, hoeveel er nu binnen zijn, weet ik niet. Maar ik moet zeggen, dit had ik niet verwacht. Hoi al! Ja! Ja. De nieuwjaarsreceptie van de stadsdeel Scheveningen. Maar ook de nieuwjaarsreceptie van 200 jaar woonplaats Scheveningen. Wat we dit jaar natuurlijk groot gaan vieren met z'n allen. Ik wil ook heel specifiek naast alle Scheveningers die hier vanavond zijn, heel hartelijk welkom heten alle ambassadeurs van Den Haag, de ambassade van Den Haag. Ik moet zeggen, op jullie ben ik ook heel erg trots. Sinds 2014 hebben we een grote groep bepaalde vrijwilligers in Den Haag die rondlopen, herkenbaar en toeristen en bezoekers wegwijs maken. Ja, ik heb je ook gezien hoor. En aangeven hoe mooi Den Haag is. Dat allemaal op vrijwillige basis. Scheveningen 236. 44 mannen en vrouwen. Is het mooi of is het niet mooi? Het komend jaar gaan jullie ook een hele belangrijke rol hierbij natuurlijk spelen. Als ik zo hier om me heen kijk, dan zie ik Henk Grootveld en dan waar ik regelmatig natuurlijk contact mee hebben, dan denk ik bij Scheveningen aan twee woorden. Ik denk aan traditie en ik denk aan toekomst. En als we vanavond hebben over 200 jaar badplaats Scheveningen, dan gaat dat natuurlijk over de Scheveningse traditie. 200 jaar geleden is hier eigenlijk het Haagse toerisme ontstaan. Dat door de ligging van Den Haag met de koningshuizen kwamen ze uit heel Europa hier naartoe. Hier met de benen in de zee begon die badcultuur. En wat is dat toch een mooi moment om die Scheveningse traditie het komend jaar ook echt te laten zien aan de hele wereld wat mij betreft. Er is enorm veel enthousiasme. We hebben al honderden initiatieven van Scheveningers binnengekregen. En dat maakt het voor mij ook echt een volksfeest met volkstradities, volkscultuur. Die laten we het komend jaar heel erg zien. Als we het over Scheveningen hebben, gaat het niet alleen om de traditie, maar het gaat ook over de toekomst van Scheveningen. En daar heeft u denk ik de afgelopen jaren ook wel het nodig aan gezien wat daar allemaal ook tot stand is gebracht. Ik noem maar de nieuwe boulevard die is ontstaan. Ik noem de vele bedrijven die in Scheveningen haven erbij zijn gekomen. Ik noem ook mooie zaken, wat ik met mijn collega Boudewijn Nevers heb mogen ontwikkelen. Wat er allemaal te doen is dit jaar, en ik laat me verrassen eigenlijk, maar ik hoop op leuke dingen. En wat Scheveningen ten goede komt eigenlijk. Legoland Discovery Center, iets hier vlakbij, waar ook gezinnen en toeristen leuk naartoe kunnen komen. En op die manier werken we ook aan de toekomst van Scheveningen, want die is belangrijk. Maar die traditie van Scheveningen die hebben we afgelopen week natuurlijk weer heel erg naar voren zien komen. Toen de Scheveningen 366, de bondsluit, in de thuishaven, ja eigenlijk gewoon heel kansloos vernield is door jongeren, op een brandstapel is gegooid en verbrand is. Maar tegelijkertijd kwam daar weer meteen die Scheveningse mentaliteit naar boven, want ik kan u melden dat het museum Scheveningen een van haar collectiestukken ter beschikking heeft gesteld, waar wij dan als gemeente Den Haag een veilige vitrine omheen bouwen. We promoten sowieso het Schevenings Vrouwenkoor. Dat kunnen leden gebruiken. Wij zijn er met een aantal aanwezig hier. Ook om dus de opening mee te maken van 200 jaar Scheveningen. Want voor het historisch tafereel hebben we natuurlijk heel veel figuranten nodig. En vrijwilligers die al hun kleding uit de kast gaan halen. Wat ze gedragen hebben tijdens de landing van de prins. Of tijdens de Vlaggetjesdag. Of tijdens het is voor een service festival Scheveningen. Bijvoorbeeld als je de TNW
vergeten plekjes. Jij bent nogal bekend op en met Scheveningen, niet dan in. Weet jij dan misschien weer vroeger het Gertenpaleis was? Dat wist ik. En ik kost de man die me dat vroeg, een duien weer. Neem in gedachten de Maastricht. Vanaf de Schipperstraat, dan en je achterin rechts een blok gemeentesteen. En die ben je gebouwd op het stuk grond, weer ooit tussen huisjes. Geitjes hebben lopen grezen. Als kind heb ik er met mijn vriendinnetjes nog gespeeld en bloemetjes geplukt. Baan op Scheveningen ook het kattenzandje, weer de jongens fake voetbalden. Later is er het schepenplein en de wandstreet verrezen. En om me toch bezig wennen, ook het ezelengat besteed. En wel te met op de ook van de Kotterstreet en de Roerstreet. Omdat het Scheveningen leeft, de mooiste badplaats van het land, de marmels van het Noord, Zeeland. Wie was nou Jacob Pronk? Jacob Pronk was 2 eeuwen geleden, 3 eeuwen geleden, in 1795. Toen heeft deze man, ja, hij was geen bestuurder van Scheveningen, maar hij was gewoon eigenaar van een paar visserscheepjes en dergelijke. En handel natuurlijk. En die kreeg dus voor elkaar om een stukje grond in beheer te krijgen om daar een badhuisje te maken. En, daar, en het was in het zuiden van Engeland, aan de zuidkust van Engeland, hier en daar al een gewoonte dat daar mensen nog in zee gingen baden en dergelijke. Hij had er kennis van genomen en denk, dan gaan we hier over. Toen is die ook geïntroduceerd. Toen is hij begonnen om hier een badhuisje te bouwen en daar wat enige badkuipen neer te zetten. Maar ja, daar is ik in de baden. En het zoute water, ja, dat was dan was goed voor je lichaam. Ja, we hadden eigenlijk gedacht dat het een beetje echt een officieel gebeuren zou worden. Allemaal strak in pakken en dat soort dingen. Maar het is gewoon een geweldige avond geworden.